Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending. Het thema deze avond is God is licht, ook in de duisternis. Aan de hand van de psalmen zien we hoe God in moeilijke tijden een licht is. We hopen dat deze uitzending tot bemoediging zal zijn voor u en jou. God is mijn
Ik lees met u Psalm 27, Sterk in de Heere. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderen, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut, ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalmen zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. De Heere is mijn licht, zijn Davids openingswoorden. Als dat zo is, hoef je tenminste niet in een donkere wachtkamer te zitten. Dat is maar goed ook, want wachten kan soms moeilijk zijn. Het eerste deel van Psalm 27 is eigenlijk een getuigenis van wie de Heere is. Omdat Hij onze levenskracht is en ons doet schuilen in zijn veilige woning, hoeven we ons geen zorgen te maken. Hoe komt het dan dat wij, gelovigen, ons toch vaak zorgen maken? Misschien laten we ons niet genoeg de moed door Hem inspreken en wachten we niet gelovig op zijn daden. We zijn vaak van die doe-het-zelvers. Laten we Davids voorbeeld opvolgen. Hij zoekt Gods aangezicht en vraagt om zijn leiding, zodat de Heere zelf aan zijn eer komt. David spreekt zichzelf de moed in, maar niet met de goedkoop, kop op of hou je taai. De woorden aan het eind van de psalm roepen het gewoon weg uit. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Op welke dingen wachten we? De ware Jacob in ons leven? Verlossing van vijanden? De bekering van een familielid, genezing, weten wat Gods wil in ons leven is, een kindje? Vul het voor jezelf maar in. Als we dan in de wachtkamer zitten, brandt dan het licht wel. Brengen we het in geloof bij Hem en laten we het daar? In deze psalm is het een opdracht. Wacht. We moeten op God wachten met het verlangen in ons hart om aan zijn wil onderworpen te zijn. Hij weet echt wat het beste voor ons is. Het kan een beproeving voor ons zijn, maar het wordt beloond. God zal ons hart sterk maken. Soms is de tijd in de wachtkamer al een zegen op zich. Als het licht maar brandt. Thank you.
lees u een gedicht voor van Janine Goud. De titel is Gebed om licht. O God, ik val aan uw voeten neer, zuchtend en smekend, help mij weer. Ik ben door donkerheid benauwd, het hart is zo leeg en ook zo koud. Ik snak zo naar een beetje licht en naar uw vriendelijk aangezicht. Werk toch een straal van hoop in mij, maak het hart van donkerheid weer vrij. Ik bid u, zie op mijn berouw en toon uw goedheid en uw trouw. Want ik weet, o God, het is eigen schuld dat ik weer in donker ben gehuld. Ik heb uw wil en wet verzaakt en ben van het heilspoor afgeraakt. Ik was ontrouw en ik verdien dat u niet naar mij om zou zien. Ik was het, Heer, die u vergat. Breng mij terug op het smalle pad. Ik smeek het u als bedelaar, geef dat ik uw liefde weer ervaar. Ik besef het, al ben ik bedroefd, het is goed dat u mij zo beproeft. Door het donker heen heb ik geleerd, u, Heere, doet het nooit verkeerd. Thank you.
Hij spreekt nog altijd voort. God heeft het eerste woord voor wij ter wereld kwamen, riep hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. God staat aan het begin en hij komt aan het einde, zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. Ik lees voor u Psalm 80, vers 1 tot en met 8. Voor den opperzangmeester op Schoosganin. Een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren. Die Jozef als schapen leidde, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der legerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten. Zo zullen wij verlost worden. Gods lichtende gelaat zien, zoals genoemd wordt in vers 4 en 8, is niet slechts in God geloven, maar zijn aanwezigheid ervaren. En het gaat er ook om dat ons leven daarmee in overeenstemming is. Niet vanuit plichtbesef, maar vanuit een innerlijk verlangen, omdat we beseffen hoe prachtig Hij is. De meeste gelovigen leven in het grijze gebied tussen deze twee uitersten. Als we meer naar het ene uiterste gaan neigen, naar plichtmatige godsdienst, dan is er geestelijke bekering nodig van onze terugval. Hoe? Het aspect bij uitstek bij elke geestelijke opwekking is aanhoudend, indringend gebed. 3 keer klinkt het hier de roep van de psalmdichter om vernieuwing en om herstel van de geestelijke werkelijkheid.
ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al ligt geen maan. We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. We hopen dat u heeft genoten. Wilt u de uitzendingen nog eens terugkijken? Ga dan naar de website van de kerk. Daar vindt u de linkjes naar alle uitzendingen. Volgende week zaterdag staat de uitzending in het teken van bevrijding en vrede. We zullen luisteren naar een verhaal en liederen zingen rondom dit thema. We wensen u nog een fijne avond.